De titel van deze prediking is Time to Refresh, tijd om te verfrissen. Maar het is ook een verzoek om, om stoom af te laten en om uw batterijen terug op te laden. Het een is negatief, het ander is positief. Stoom aflaten, dat kennen jullie, van zo'n kookpot waar dat je dan... Dat is ongelooflijk gevaarlijk. En daarbij moeten zien dat er geen ongelukken gebeurt, dat je niet verbrandt, of dat spel niet ontploft. En zo zitten veel mensen vandaag op 30 juni, waar dat ze ook zijn, klaar om te ontploffen. Ja? Toch? Het leven is moeilijk. En velen van ons zijn tijdbommen, ook wij als gelovigen. Wij hebben het niet gemakkelijk. En dus, ik wil daar even iets over zeggen. Het is tijd om de button te duwen, dat die stoom daar op een normale manier uitkomt. Ja? En aan de andere kant is het nodig om, als die stoom eruit is, om uw batterijen opnieuw op te laden. Want vele hun batterijen zijn plat. Ja? En dat is gewoon zo. En wij hebben tijd nodig om te verfrissen, om vakantie te nemen. Het is zomer, morgen is het 1 juli. En mijn vraag aan u is, hoe gaat u de vakantiemaanden doorbrengen? U gaat stoom afladen, batterijen weer opladen, hoop ik. Zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel, als geestelijk. Maar wat zien wij in de vakantie in de praktijk? En ik kijk naar de wereld rondom. Dat is dat de mensen vandaag alles doen om geen minuut van de zomer en de vakantie te missen en elk moment maximaal te benutten om te genieten. Bent u daarin mee? De festivals, de barbecues, de parties. Het is ongelooflijk, maar in de vakantie gaat het nog sneller om te ontspannen en te relaxen en te genieten. En de wereld draait niet trager, ja, op een bepaald gedeelte van de maatschappij wel, maar draait sneller in de vakantiemaanden. Festivals, feestjes, reizen, entertainment, kampen in de christenwereld, buiten de christenwereld, rushen van de ene barbecue naar de ander. En we genieten ons te pletter. En tegen de tijd dat we helemaal op volle toeren moeten zijn en opgeladen zijn, in september zijn er vele mensen, en ik heb dat bestudeerd, zijn er vele mensen die moe zijn. Wist u dat? Dat vele mensen dus in het begin, na de vakantie, kei moe zijn. En zelfs depressief worden. En dat kan ons open deuren geven voor dingen die we niet nodig hebben. Maar ik heb twee teksten en dit is de eerste. Het is geen leuke tekst. Maar het is wel een tekst die mij enorm aangesproken heeft. Beste vrienden, dit komt uit Spreuken 25, vers 28. Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. In de week waren wij aan het kijken naar een documentaire over Hilde Rens. Weet jullie wie Hilde Rens is? Wie is dat? Jasmin, de zangeres Jasmin. Dus het was 10 jaar geleden dat zij uit het leven gestapt is. En dat pakt ons alle twee. Dat pakt ons enorm. En als je ziet, en ik heb er ook over gelezen, die vrouw, die heeft trouwens, is dat met Frank Boeien dat zij dat duet heeft? Waarin dat ze over Jezus zingt. Dat is om koud van te worden. Hè? Wie kent dat als ze zingt? Over Jezus op het kruis. Amai, amai, amai. Maar ik moest denken dat velen van ons stommiteiten doen, omdat dit het geval is. En dat de mensen in de wereld, maar ook wij als gelovigen, moeten opletten om niet te zijn, want koning Salomo, prediker, had daarmee een bedoeling met die zin. Hij zegt, een stad met omvergehaalde muren,
Zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. En er zijn velen van ons, vele mensen in de wereld, maar ook velen onder ons, die moeten zorgen dat ze tot rust komen. En dat ze stoom aflaten om aan God de kans te geven om hen weer op te laden. Want dit is een heel gevaarlijke situatie. Een stad met omvergehaalde muren, dat komt uit de oudheid. De steden, de grote steden, Jericho, de muren van Jericho, de steden waren omgeven met muren, omdat de vijanden de steden niet zouden kunnen innemen. In Mechelen heb je de Brusselpoort. De Brusselpoort was een overblijfsel van de omwalling van het stadcentrum, zodanig dat de vijand niet kan binnenkomen. Maar wat is eigenlijk de les die mij daarin aansprak? En ik moest daaraan denken als ik die uitzending zag over Jasmin, maar ook over ons leven. Dat is dat wij moeten opletten. Dat is dat wij moeten opletten, want zo is iemand die zijn geest niet in bedwang houdt. Daar komt zoveel op u af en op mij. En de duisternis heeft u speciaal in het vizier. En dan gebeuren dingen, maar we gaan door. Maar onze weerstand wordt aangetast. Onze emoties, ja? Onze geest, onze drive. En dat is gevaarlijk, want Salomo zegt dat iemand die zijn geest niet in bedwang heeft, die het moeilijk heeft, die er niet uit geraakt, die is klaar. En dat is de les. En dat zie ik bij mijn eigen en bij iedereen als een groot gevaar. Dat is als je niet oplet, als gelovige, en we gaan het nu over ons hebben, diegenen die geloven, als je niet oplet, dan riskeren wij voor de duisternis, te zijn als een stad met omvergehaalde muren. Dat wil zeggen dat duisternis bij u binnenkomt en bij mij. En dat negativiteit en ongeloof en boze machten en leugen gewoon gaan ons leven overpakken en met als resultaat dat wij als gelovigen echt in een gevaarlijke situatie terechtkomen. En daarom is het zo belangrijk, en daar kom ik nu toe, om van deze tijd gebruik te maken om in de spiegel te gaan staan. Om in de spiegel te gaan staan. En te beseffen dat ook u en ik het nodig hebben om tot rust te komen. Om heel veel dingen die ons aangetast hebben, in onze ziel, in onze geest, zelfs in ons lichaam, ons achteruit helpen en dichter bij de duisternis. En ik vind dat een reëel gevaar. En het is time to refresh. En de bedoeling is dat we met de kerk tijd nemen om de Heer te zoeken, om Hem te vinden of om Hem terug te vinden. Om elkaar terug te vinden in datgene wat ons bindt. En dat is het geloof in God, het geloof in Jezus, de Heilige Geest en het plan voor God, voor hen die Jezus lief heeft. Ja, het is tijd om naar God te gaan en om tijd te nemen. En dat is de uitdaging. Jezus die zegt, kom tot mij, jij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat kennen we allemaal. Maar mijn vraag dikwijls is, wat doen wij daar dagelijks mee? En dat is het probleem. Daardoor lopen we dat risico, omdat we van dag tot dag, week in, week uit, maand in, maand uit, dingen opstapelen die ons als potentiële tijdbommen maken en die onze geest in gevaar brengen, onze emoties. En een stad met omvergehaalde muren is zo als iemand die op hun staat om te ontploffen. U moet weten dat als christen wij heel erg moeten opletten of we gaan domme dingen doen. We gaan de stomste dingen doen die er zijn.
En dat is omdat de duivel, de duisternis, boze machten intrede hebben bij mensen die erover zitten. En ik kan daarvan meespreken. Je mag dat niet te lang, niet te licht opnemen. Maar het antwoord is dat we met de kerk gaan proberen om ruimte te maken voor God. En de bedoeling is dat we in de komende 2 maanden mensen aan het woord laten met getuigenissen. Er zijn er al zo een paar. Dat we een beetje op een relaxte manier, ook muzikaal, maar ook van op het podium, mensen horen zeggen hoe dat gaat, wat dat God doet. Begrijpt u, dichter bij God. Dat is de bedoeling. Dus het is zeker niet de bedoeling om te zeggen, het is vakantie, daar is niks te beleven. Integendeel, de bedoeling is om met de gemeente dichter bij God te komen. Want dit is een uitgelezen periode, en dat is de uitdaging, de uitnodiging, voor iedereen. Doe toch niet zoals de wereld. Hoe vol staat uw agenda al voor juli en augustus? Ja? Doen wij mee zoals de wereld? Mijn punt is, en mijn ervaring van vroeger, dat is tijdens de zomermaanden kun je gemakkelijker bij God komen dan anders. Dat is heel raar. Waarom? Omdat je kunt ervoor kiezen om tijd te maken. En om dingen los te laden, dat je zegt, daar ga ik mij dus nu niet mee bezighouden. En dat is mijn essentie van deze boodschap. Ik heb 1 tekst. En daar wil ik alles aan op mij ophangen. En dit is mijn uitnodiging. En het is niet alleen een uitnodiging. Het is echt, ik vraag het met aandrang. Ga hier alstublieft niet aan voorbij. Weet je waarom? Omdat wij hebben een hele Bijbel. Wij horen predikingen. Wij praten met elkaar over God. Maar het contact en de relatie met God zelf, dat is de essentie voor de kwaliteit van u en mijn leven. Niet bijbelteksten, niet theologieën, maar dit. En dit is mijn tekst voor mij en voor u, voor de komende tijd. Om opgebouwd, verfrist, vernieuwd en opgeladen te worden. Beste vrienden, hier zegt God tot de profeet Jeremia door zijn geest. En in het Oude Testament hadden alleen koningen en profeten de Heilige Geest. En rechters, de richteren, ja. En sommige priesters ook, hoge priesters. Maar in het nieuwe verbond hebt u de Heilige Geest. En dus is de gemeenschap met God vandaag niet beperkt tussen de voorganger en God die staat om te komen vertellen wat jij moet doen. Maar ieder van jullie heeft de kans om in contact en gemeenschap te treden met God. En daarom durf ik die zin die aan Jeremia gericht was, en die was alleen voor Jeremia in die tijd, vandaag geldt dit voor alle gelovigen die Jezus aangenomen hebben. Want wij hebben de Heilige Geest. En hier wil ik mijn punt maken. Het zijn er 3 eigenlijk. Dit is wat ik wil doen met de gemeente en ieder individueel aanraden, roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. Daar staan 3 dingen in die God belooft als we tot hem gaan. En het eerste is, roep tot mij. Er zijn 3 punten die met die vers uw leven, mijn leven, een totaal andere wending kunnen en zullen geven. En het eerste is, als je vastzit met problemen, met gebondenheden, met relatieproblemen, met alles wat je maar kunt denken,
dan is God het antwoord. Vandaar moet het komen. Ja? En God zegt, Jezus zegt niet, God zegt niet, bid tot mij. God zegt, roep tot mij. Bidden is één, smeken en roepen is iets anders. Ja? En sommigen moeten dat leren. Smeken is met aandrang en opnieuw en bij herhaling naar God gaan. En ik weet, allee, hoe ik dat vroeger deed, 15, 20 jaar geleden, als ik alleen was en als het nog moeilijker was dan vandaag. Ik woonde in de Frans-Gelderstraat, je weet dat kamertje boven. En ik was zo moe 's avonds en ik zat op mijn knieën, ik zat gewoon op mijn knieën. En mijn gebed was, Heer, help mij, Heer, help mij. Maar weten, dat is het begin, hè? Zo. God weet wel wat uw probleem is. Hè? Jezus zegt dat ook, voordat jij bidt, ik weet wat je van nodig hebt. Maar God wil dat we roepen tot hem. Niet dat we zeuren tegen elkaar, maar dat we roepen tot hem. Omdat hij de bron is van wat ik direct ga zeggen in mijn conclusie. Het punt is, als je niet uitgeraakt, beslis en doe dat in deze tijd. Maak tijd. Dat is uw keuze. Ga en zonder u af en roep tot God. Roepen, roepen. God zegt niet, bid en ik zal antwoorden. Hij zegt, roep mij aan. Niet zomaar voor een gebedsverhoring. En dat is het tweede punt. Roep mij aan, roep tot mij. En ik zal u antwoorden, dat is het tweede punt. God zal u antwoorden. Beste vrienden, als je tot God gaat roepen voor uw probleem dat uw voorganger, uw man, uw medegelovigen niet begrijpen, God gaat antwoorden. En meer nog, God gaat iets doen wat de Bijbel niet kan en wat dan niemand niet kan. En hij alleen, maar hij gaat het doen. En dat is, en ik zal u dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. En dat is zeer interessant. Punt 1. God zegt, roep tot mij. Kom met alles wat je hebt. Maak er werk van. Want als je roept, ik ga u antwoorden. En ik zal u daarboven dingen laten zien die nog de Neddy, nog de Tom, nog de Trikke, niemand had kunnen weten. Omdat ik God ben en ik u ken en ik weet op welke manier dat ik met uw karakter aan de slag wil en met uw toekomst. En dat is de succesformule. Alleen heb ik daar één kanttekening bij. God zegt tegen Jeremia... Roep tot mij en ik zal u antwoorden. En daar wil ik gewoon even een bemerking bij maken. Ik ga een stukje lezen uit Jacobus 1, vers 5 tot 8. Ik weet niet, roep mij aan. Ja? Drie dingen. Ik heb ze gezegd, roep mij aan, ik zal u antwoorden. En dingen verkondigen die je niet wist en die niemand kunt weten. Ja, dat was alles dat ik meegepakt heb. Maar weet dat... Als je je afvraagt, ja, maar ik bid, maar ik krijg geen antwoord. Hier is het antwoord. God zegt, nee. De luchtlagen zijn zo dik boven u. Van duisternis. Roep tot mij. Niet dat God doof is, maar God wil. En God weet waarom. Je moet roepen. Soms, als je voor mensen bidt die gebonden zijn, moet je ook roepen. Soms niet. Ja. Waar staat dat in de Bijbel? Ja, oké. Okay. Maar het punt is, God zegt, roep tot mij en ik ga u antwoorden en ik zal u dingen verkondigen die je onmogelijk uit eigen wijsheid van niemand had kunnen weten. En daar wil ik een kanttekening bij maken en ik wil een tekst lezen die komt uit Jacobus 1, hoofdstuk 1, vers 5 tot 8. Indien echter iemand in wijsheid tekort schiet... Zijn er mensen die in wijsheid tekort schieten? Die zeggen, potverdikke, ik zie het niet, ik weet het niet, ik versta het niet. Jawel. Dus eigenlijk, zegt Jacobus, hij spreekt tot christenen,
Luister, indien iemand echter in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En hij zal hem gegeven worden, maar hij moet bidden in het geloof, in geen enkel opzicht twijfelend, want wie twijfelt, gelijkt op een golf van de zee, door de wind aangedreven en opgejaagd. U moet wel opletten, want hoe gaat God antwoorden? Hoe gaat God antwoorden? Je moest denken aan iemand die in Nederland, die jarenlang op straat het evangelie met flyertjes en met een gitaar verkondigde en dat werkte niet meer. En ze ging daarmee naar God, maar ze ging daarmee naar een conferentie waarvan ik denk, ola, dat is gevaarlijk. En ze zegt, ze schrijft dat, en ze zegt, ik kom daar binnen en ik hoor God zeggen, ga terug de straat op. En dan denk ik, ik ben God niet. Maar als ik dat lees, dan heeft een demon tot u gesproken en zit hij nu met u te lachen. Ik bedoel maar, God gaat u antwoorden, maar je moet opletten. Vroeger werkte God door een profeet, een koning. Ja? Die had de Heilige Geest en die sprak. Vandaag heeft God een ander systeem. Het systeem, en sommigen horen dat niet graag zeggen, van de lokale gemeente, waarin de veelkleurige wijsheid Gods functioneert, gaven van profetie, wijsheid, kennis, krachten, dat is Gods systeem. Maar je hebt ook Gods woord zelf. Dus mijn punt is, het is niet zonder risico als je begint met te doen waar ik wacht eens, hè. Hop, ja, zwart. Als we gaan doen, kunt jij nog? U moet opletten, want u zou wel eens een heel ander... Gaat het niet? U zou wel eens een heel ander antwoord kunnen krijgen dan niet van God is, waarvan dat je denkt, dat is het. En ik zou willen zeggen, wees vooral voorzichtig met uw eigen gedachten. Tegenwoordig zijn er heel veel bedienaars die functioneren in hun eigen christelijke organisatie, maar die losstaan van de kerk. Die zeggen, kom, ik ga u leren hoe dat je de stem van God moet horen. Dat is levensgevaarlijk gewoon. Weet je. Dat, Paulus zegt, er zijn duizenden stemmen. Ja? Het gevaarlijkste is van te zeggen, ik ga bidden en ik ga wachten tot ik de stem van God hoor. Dan heb je bijna garantie, uw eigen gedacht of de stem van een boze macht. God heeft niet voor niks de toets gegeven van de bedieningen in de gemeente. Ja? Dat is mijn boodschap. Maar God kan u, en hij doet dat ook, spreekt ook tot uw hart. Maar het punt is dat als je zeker wilt zijn van de antwoorden van God en van de stem van God, om ze te leren onderscheiden, dat je klein begint en dat je begint te roepen tot God en weet God gaat antwoorden en dan niet te rap zegt, dat is het antwoord, dat is het antwoord. Ik was een tijdje geleden, een maand of zo geleden, aan het wandelen met iemand, een gelovige, en we waren aan het wandelen met Pipa in de velden en over onderwerpen aan het discussiëren. En op een bepaald moment, we doen een uitleg, we praten en we komen voorbij een garage en daar staat een auto met als kenteken 666666. En de man zegt tegen mij, dit is God zijn antwoord. Hè. Dat is niet van God, dat is van een duivel. Ik zeg, oh, zo... Daarmee moet je wel opletten. Hè? Dat is gevaarlijk. Hè? Je moet opletten met het horen van een stem. Maar God antwoordt. En God heeft zijn methode. De gemeente, het woord van God en de stem binnenin u. En als die overeenkomen, dan moet je zeker van zijn dat je op een goed spoor zit. En zo gaat je dan ook leren de stem van God te onderscheiden op termijn.
En dat is geen stem die echt hoorbaar is, maar je hoort die in je geest. En na verloop van jaren leert je die kennen, maar toch is het altijd opletten. Om jij en God, ik en God, wij weten het. Let daarmee op, want zo werkt dat niet. Het punt is, en daarmee wil ik afronden, dat God voor u de vakantie gereserveerd heeft. En dat hij u uitnodigt en onze kerk, en dat gaan we proberen te doen, doorheen de diensten, dat is om tijd te maken om God zijn stem te horen. Om God zijn antwoorden, zijn openbaringen voor de gemeente, maar ook voor u persoonlijk, te kunnen horen. En dat gaat. En ik zou zeggen, koop u een notaboekje. Want je gaat op momenten dingen binnenkrijgen, dan zeg je, Ola, van waar komt dat? God wil dat we roepen tot hem. Niet even bidden, zo werkt dat niet. In het begin misschien, ja. Maar als we groeien, dan zegt God, kijk mannen, er is zo'n zware, duistere luchtlaag boven u. Roep tot mij, ik zal u antwoorden. Plus, ik zal u dingen vertellen die niemand weet over u dan ik alleen. En in die tekst van Jeremia, ik zal eens zien dat ik hem hier nog vind, roep tot mij, ik zal u antwoorden en grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen. De uitdrukking ondoorgrondelijke dingen, als ik die las in die tekst van Jeremia, dan flitste door mijn hoofd. Dat is een tekst die in het boek Daniël staat. Het boek Daniël in het hoofdstuk 2. En wat was het geval? Het boek Daniël, de profeet Daniël. Daniël was een van de jonge Joodse jongelingen die vanuit Jeruzalem werd gevangen genomen, de ballingen, en door koning Nebukadnezar meegenomen naar Babylon. En die werden gestolen. Ik heb daar verleden week over gehad, wat toen de Chaldeeën stelen. Stelen. En de jeugd, de nieuwe generatie, proberen in te pakken. Dus bon, Daniël en zijn vrienden zijn gevangen genomen, krijgen een opleiding in de kennis van het occult. Dat is bij de Chaldeeën. En op een dag, ik weet niet dat jullie het verhaal kennen, op een dag krijgt Nebukadnezar een droom. En hij vraagt aan zijn wijzen, je moet dat eens lezen, het is vakantie, hoofdstuk 1 en 2, heel leuk. En koning Nebukadnezar krijgt een droom en hij kan er geen raad mee. Hij zegt, kom eens hier, aan zijn wijzen. En hij zegt, en dat zouden ze met christenen ook moeten doen. Wie weet wat de vraag is van koning Nebukadnezar aan al zijn waarzeggers en zijn wijzen? Wie weet de vraag? Tom? Zeg mij eerst de droom en daarna. Zeg mij eerst de droom. Je moet mij niet een uitleg geven. Je moet mij eerst zeggen wat ik gedroomd heb. En dan zegde mij wat dat betekent. Dat is toch goed gezien? Hè? Dat zouden wij met elkaar ook meer moeten doen, die tactiek. Ja? Dus wat is de droom? En dan zegde mij wat dat betekent. En als je dat niet kunt, dan gaan we u allemaal terechtstellen. En zo geschieden. Al die waarzeggers worden terechtgesteld. Nebukadnezar is razend kwaad. En wat zegt hij? Ik ga het eens vragen aan die heel slimme, bekwame, jonge mannen van Jeruzalem. Ik ga Daniël roepen met zijn vrienden. En zo geschieden. En hij zegt, kijk, ik heb een droom gehad en ik heb daar moeilijk mee. Als jij gaat mij vertellen, en daar komt hetzelfde verhaaltje, wat een droom is. En dan wil ik ook de uitleg. Ja, Daniël en co, die zijn bang. En dan lees ik een stukje. En dan ga ik echt concluderen, binnen de 5 minuten. Ik lees in Daniël 2, vers 19 en verder. Dus je kent het wat vooraf ging, hè? Dus de droom,
de waarzeggers, en dan is het aan Daniel. En Daniel zegt, oh my God. En wat doet Daniel? Wat zou jij doen? Ik zou op mijn knieën vallen en roepen tot God. En God antwoordt. En dat is mijn les. Wij als gelovigen, wij zitten zo vast met dagelijkse problemen waar we niet door geraken. Ja? Met grotere problemen waar we niet door geraken. Maar God wil dat wij leren roepen tot hem. Om ongelooflijke dingen te zien. En meer bepaald dit. Want God zegt, roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ja? En ik zal u ondoorgrondelijke dingen openbaren. En dat was mijn handvat van Jeremia naar het boek Daniel, met heel dat verhaal. En Daniel, die krijgt die een droom en die legt die uit. En die zegt het volgende. Toen werd de verborgen... Allez, ik lees vers 19. Toen werd de verborgenheid aan Daniel in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God des hemels. Daniel hief aan en zeide, geprezen zij de naam Gods, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Je zou voor minder lof prijzen, hè? Want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Ik ga mijn pink omhoog houden. Het gaat daar niet over, maar ik wil het toch even houden. Want, wacht, hè. Want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Want hij weet wat in het duister is. En het licht woont bij hem. Beste vrienden, mijn conclusie. Het is vakantie. Het is time to refresh. We zijn allemaal moe. Belast, beladen, de ene al minder dan de ander. Het is nu de tijd. En de bal ligt in ons kamp. Om te zeggen, nu gaan we niet maximaal elke seconde besteden om naar vrienden te gaan, om op reis te gaan. Ik ga ook tijd nemen om te roepen tot God. Voor de essentie van mijn problemen en mijn blokkades en mijn verlangens. Ik ga roepen tot God. Ik ga roepen tot God, want dat is nu al zoveel jaren en dat is nu al zo lang en mijn man verandert nog niet. Ja? Ik ga roepen tot God. En God zegt, en ik zal u antwoorden. En ik zal u dingen laten zien die je niet wist. En God zegt, en Daniel zegt, geprezen zij de Heer, die de tijden en stonden verandert. God kan in uw leven dingen bespoedigen, dingen het een voor het ander gaan zetten. Weet dat God uw leven in zijn hand heeft, volledig, qua timing. Ja, hij kan de tijden veranderen. Hè? Op uw gebed, op uw roep. Op uw roep. Hij kan straks de zon doen blijven staan. Hè? Zoals bij Jozua in de strijd. Dat God de zon liet staan een paar uren zonder dat hij verder ging om Jozua de tijd te geven om de vijanden af te maken. God kan dat. God kan dat. God kan dat. En God is dezelfde. Maar waar zijn wij? En dat is geen verwijt. Roep mij aan. Ik zal u antwoorden. En ik zal u dingen openbaren die je niet wist. En die de sleutel zijn voor uw leven. En voor uw relatie. En voor met God, met de anderen en met het plan van God voor uw leven. Ik wens u God zegen.